In de video van afgelopen maandag gaf ik mijn visie en mijn mening over verschillende aandelen. Aandelen waarvoor ik jullie input had gevraagd. Ik ontving meer dan 200 reacties en om die reden heb ik dus ook niet alle aandelen kunnen behandelen. Het was de tweede keer dat ik dit soort video's maakte. En in beide gevallen werd het goed ontvangen. Veel van jullie reacties gaven ook aan. Ik vroeg naar jullie feedback van, moet ik dat maandelijks doen? Dat willen jullie graag zien. Dus vanaf nu ga ik elke maand een keer van dit soort onderwerpen maken. Dus wil jij jouw input geven? Wil je een aandeel aandragen wat ik eventueel in een video zou kunnen behandelen? Volg me dan op Instagram, @eenpassiefinkomen. Dan vraag ik dan regelmatig om jullie feedback, om jullie input. En dat kan ik dan verwerken in deze video's. Maar veel van die suggesties de laatste keer gingen over automakers, makers van elektrische voertuigen. En dat gaan we dus in deze video bekijken, waarbij we eigenlijk 5 bedrijven naast elkaar leggen. Dan gaat het over Tesla, NIO, Workhorse, Arcimoto en Nikola. Wat voor soort bedrijven zijn het en wat zeggen de laatste kwartaalcijfers? Dat gaan we bekijken in deze video. Laten we beginnen met te kijken naar welke bedrijven het zijn, wat ze doen, waar ze bekend van zijn. Te beginnen met Tesla. Nou, Tesla kennen we denk ik allemaal wel, vooral vanwege de auto's, de Model 3, de Model Y die binnenkort komt. Tesla is marktleider met zijn elektrische voertuigen. In Amerika hebben ze bijvoorbeeld zo'n marktaandeel van zo'n 80%. Daarnaast is Tesla ook minder bekend, maar maken ze ook zeg maar, zonnepanelen. Van nieuwe daken zit dat in de dakpannen verwerkt. Voor bestaande daken, dus heb je al een dak, wil je gewoon zonnepanelen, ook dat heeft Tesla. Daarbij hoort natuurlijk ook een powerwall, dat kun je koppelen aan het huis, zodat je de zonne-energie of de energie die je opvangt met je zonnepanelen ook op kunt slaan. Maar ze hebben ook grotere systemen voor bijvoorbeeld universiteiten of zelfs hele grote systemen voor netbeheerders. Dus Tesla is veel meer dan eigenlijk een autofabrikant. Het is eigenlijk vooral een bedrijf wat bezig is met energie. Kijken we dan naar NIO. NIO is een Chinees bedrijf. Op de website zien we nu BaaS, Battery as a Service. Ja, ook NIO heeft natuurlijk in de gaten dat de toekomst is vooral afhankelijk van hoeveel batterijen je hebt, welke techniek je hebt, hoeveel je er kunt maken. Want de vraag naar elektrische voertuigen zal natuurlijk exponentieel hard toenemen de komende tijd. NIO heeft al verschillende modellen die zal op maken, al verkopen. Bijvoorbeeld de EC6 of de ES8 zijn modellen die ze nu hebben. Kijken we dan naar Workhorse. Dat is een bedrijf die zich vooral richt op elektrische bestelbusjes. Ze hebben 2 modellen die dan ook vooral gericht zijn op de last mile, dus de pakketbezorging, alle kleine dingetjes, maar die wel steeds belangrijker worden. Steeds meer mensen, ja, alles rondom e-commerce of post, ja, dat wordt gewoon steeds groter. Het 4e aandeel is Arcimoto. Dat zijn dan juist weer driewielers. Bijvoorbeeld voor de fun, gewoon om erbij te hebben. Voor de mensen die wat meer geld hebben of in ieder geval geld over hebben voor zoiets. Voor bijvoorbeeld bezorging, niet zoals met pakketjes, maar eerder denk ik richting maaltijden, kleinere dingen. Bijvoorbeeld pizza bezorgen. Ja, je gaat vanuit de pizzeria rechtstreeks naar de klant, want je wil niet dat het te veel afkoelt, dus je wil niet te veel meenemen. Maar je wilt misschien wel elektrische manier hebben om het bij de klant te brengen. Maar ook bijvoorbeeld voor reddingsdiensten, dus brandweer, ambulance, zou dat een manier kunnen zijn om vooral op drukke stukken in het centrum bijvoorbeeld snel op de plekken waar het nodig is te komen. En als laatste dan Nikola, een bedrijf met volop ideeën zal ik zeggen, maar ja, nog geen echte producten. Het is al een bedrijf wat ik vaker heb behandeld in video's. Zeker ook omdat het als een nieuwe Tesla werd gezien. Ze hebben zoals gezegd volop ideeën voor de toekomst. Het is alleen een beetje lastig van wat ik nu kan inschatten om daar ook echt in te investeren, omdat het nogal regelmatig verandert. De ene keer maken ze alles zelf, een maand later besteden ze alles uit, omdat ze zich juist willen richten op waar ze goed in zijn en partners zoeken die juist goed zijn in het fabriceren van producten. Het begon ooit met het idee van waterstof. Inmiddels is dat op de lange baan geschoven, is juist elektrische voertuigen op de korte termijn. Dus ze hebben van allerhande ideeën, van waterstof tot elektriciteit. Heel mooie ideeën, het is alleen nog zien of ze uitkomen. En een beetje ook te wispelturig eigenlijk voor mij in ieder geval de eerste idee om ja, een eerste belegging in te doen. Maar een eerste belegging doen we natuurlijk niet alleen op wat een bedrijf is of wat voor ideeën ze hebben. We gaan natuurlijk ook naar de cijfers kijken. Nou, voor deze video zal ik gebruik maken van de sheet die ik normaal ook doe. Alleen, zoals je misschien net al hebt gezien, ik heb een nieuw huis gekocht. We hebben een nieuw huis gekocht. Ik heb daar een nieuwe studio gemaakt op zolder. Er moet nog veel aan gebeuren. Het beeld is goed, het geluid kan nog beter. En helaas heb ik nog geen internet, dus ik heb van tevoren alles voor moeten bereiden. Screenshots gemaakt en die kan ik nu dus hier opnemen, in ieder geval behandelen.
Deze spreadsheet is iets aangepast op eerdere spreadsheets die ik had. Want daar keken we juist vaak naar jaarcijfers. Terwijl we nu, dacht ik, voor dit soort bedrijven, het zijn echt groeiaandelen, wil ik de meest actuele cijfers, omdat er per kwartaal gewoon heel veel kan veranderen. Dus ik wil de meest actuele cijfers hebben. Ik heb het dus aangepast nadat er in dit geval kwartaalcijfers worden gebruikt. Deze sheet was al beschikbaar voor de mensen in de beleggerstraining. En binnenkort zal ik ook deze nieuwe versie met kwartaalcijfers daaraan toevoegen, zodat iedereen de beschikking heeft over welke spreadsheet het beste past bij de aandelen waar je naar aan het kijken bent. Dus laten wij ook gaan kijken naar de aandelen voor deze video. We hebben dus Tesla, NIO, Workhorse, FUF, dat is Arcimoto en Nikola. De koers per aandeel loopt heel erg uiteen. Arcimoto net iets minder dan $7. Tesla inmiddels meer dan $2000. Dat is echt de laatste tijd heel hard gegaan. Heeft waarschijnlijk ook te maken met de aandelensplitsing die eraan zit te komen. Aanstaande maandag zal die plaatsvinden. Dus alle mensen die op dit moment één aandeel hebben, wordt dan omgezet naar 5 aandelen. Het is natuurlijk niet zo dat je dan 5 keer zoveel geld uiteindelijk in Tesla hebt zitten, want de koers van het aandeel zal dan juist door 5 gedeeld worden. Dus het totaalbedrag wat in Tesla zit is hetzelfde, alleen het wordt over meer aandelen gedeeld. Het idee daarachter is dat de koers wat vriendelijker wordt, zeg maar, wat bereikbaarder voor particuliere beleggers zoals jij en ik. Het is gewoon natuurlijk makkelijker om een aandeel van $400 te kopen dan een aandeel van $2000. En behalve naar de koers wil je natuurlijk altijd naar de beurswaarde kijken om een beetje een inschatting te maken van hoe groot is het bedrijf nou, of hoe wordt het gewaardeerd. Tesla op 375 miljard, NIO net geen 18 miljard, Workhorse op 1,8 miljard... Op zich best opvallend omdat ze nu bezig zijn. Ze zitten bij de laatste paar bedrijven die eventueel worden uitgekozen om een bestelling te maken voor, ik geloof, USPS, de US Post Service, voor meer dan 150.000 elektrische voertuigen. Dat zou een deal zijn ter waarde van 6 miljard en dus meer dan 3 keer zoveel als dat het bedrijf is gewaardeerd. Arcimoto, 208 miljoen, een wat kleiner bedrijf. Een iets andere doelgroep natuurlijk ook, want waar het ene bedrijf zich richt op personenauto's of energie in zijn geheel, doet iemand anders het op bestelbusjes, iemand anders het dus op driewielers. En Nikola ook een beetje op van alles wat. En over Nikola gesproken, dat bedrijf is net geen $15 miljard waard op de beurs. Kijken we dan naar de koersen. Tussen de hoogste koers van de laatste 52 weken en de laagste zitten bij eigenlijk alle bedrijven heel veel verschil. Dat zien we ook in die grafiek daaronder terugkomen. We zien het bij sommige bedrijven langzaamaan oplopen tot uiteindelijk het hoogtepunt nu ongeveer. Bij andere bedrijven, zeker bij de laatste 3, schiet het in één keer omhoog. Heeft waarschijnlijk ook weer te maken dat Tesla heel populair was. In één keer veel koersstijging zag en iedereen die misschien de boot had gemist met een aandeel Tesla, dus een beetje een concurrerend bedrijf zocht, een aandeel van een bedrijf wat erop leek, wat misschien wel het volgende Tesla kon worden. En dat verklaart dat bijna alle aandelen wel tussen de 270 en meer dan 400% in de plus staan voor dit jaar. Kijken we dan iets verder naar onder, dan gaan we kijken naar de winst, omzet en marge. De EPS, oftewel de earnings per share, en in het Nederlands de winst per aandeel. Hier zien we dat alleen Tesla een positief getal heeft. De rest heeft mingetallen, maken dus nog geen winst. Tesla in de laatste 12 maanden net geen $2. Het laatste kwartaal was dat $0,56. Terwijl we dus zien andere bedrijven maken $0,16, $1,80 bijna, of $0,15 verlies. En belangrijk is hierbij ook te kijken naar de EPS groei van de laatste kwartaal. Die zien we bij Tesla heel erg hoog zijn, terwijl Workhorse juist hard achteruit gaat. Dus een slecht kwartaal voor hun. Ook de EPS verwachting voor het komende jaar, over een jaar. Dan zien we dat bij Tesla het zal groeien naar verwachting naar $15,50. Terwijl de andere bedrijven nog steeds in de min staan. Ze zullen dus nog steeds verlies leiden over een jaar. Op zich niet heel gek. Tesla is natuurlijk een bedrijf wat heel veel stappen al heeft gehad waar die andere bedrijven nu nog in zitten of naartoe werken. Tesla loopt wat dat betreft eigenlijk een beetje voorop. Maar ja, Tesla is ook al een aandeel wat 10 jaar op de beurs staat, terwijl veel van die andere bedrijven veel nieuwer zijn. Die moeten dus veel kosten maken om iets te bouwen, mensen binnen te halen, producten te ontwikkelen. Ja, dat zijn gewoon hoge aanloopkosten en dat zorgt dus voor dat ze de komende jaren nog geen winst zullen maken. Kijken we dan naar de PE ratio, ja, daar heb je de winst voor nodig, want daar wordt gekeken naar de price to earnings ratio, oftewel wat is de prijs van het aandeel ten opzichte van de winst van een aandeel bijvoorbeeld. Nou, bij Tesla is dat meer dan 1000. Het gemiddelde van de laatste 5 jaar was 800, ook dat is nog erg hoog. Je wil eigenlijk
wat betreft, ja, dit zijn groeiaandelen, maar normaal zou je onder de 20 willen zien, dat je eigenlijk maximaal 20 keer de winst van een aandeel betaalt om een aandeel in bezit te krijgen. Maar we zien in ieder geval wel dat het de forward PE ratio, oftewel de verwachting voor de toekomst, is dat die waardering bij Tesla veel beter zal worden. Onder andere dus omdat de winst per aandeel flink toe zal nemen, waardoor automatisch het getal, de PE ratio, kleiner wordt. Zoals gezegd, je moet daar wel een winst van maken en aangezien de andere bedrijven dat niet doen, zullen daar geen gegevens worden ingevuld en blijft dat dus leeg. Datzelfde geldt dan eigenlijk een beetje voor de marges. Alleen Tesla heeft eigenlijk 3 marges die we zoeken, compleet. De rest van de bedrijven niet. Dus en ook dividend onderaan. Ja, als je geen winst maakt, kun je ook niks uitkeren. Tesla maakt winst, maar kiest ervoor dat niet uit te keren, maar juist te investeren in de toekomst. Meer fabrieken te bouwen, meer producten te ontwikkelen. Dat ze juist in de toekomst dus hopelijk meer waard zullen worden. Dus gaan we door naar de financiële cijfers. En hier gaan we dus kijken naar cijfers van het afgelopen kwartaal. Te beginnen met de totale omzet. Bij Tesla gaat het dan over miljarden. Net geen 26 miljard. Bij NIO is dat iets meer dan 1 miljard. Workhorse 0,2 miljoen, oftewel iets meer dan $200.000. Arcimoto net geen 2 miljoen. En Nikola zeg maar net geen half miljoen. Dus grote verschillen tussen bedrijven die $200.000 omzet doen of $26 miljard omzet zoals Tesla in een kwartaal. Bij Tesla zien we dan dat de groei 1% is toegenomen ten opzichte van afgelopen kwartaal, het kwartaal daarvoor. Dat heeft natuurlijk mee te maken, het eerste kwartaal van dit jaar, dat was op zich nog wel positief. Het einde van het eerste kwartaal kregen we te maken met corona. Vooral autofabrikanten werden hard geraakt. De meeste daarvan zullen tussen 20, 30, 40% aan omzet zijn verloren. Dus als Tesla dan een groei laat zien van 1%, is dat eigenlijk heel erg goed. Want ik geloof dat Tesla en volgens mij nog één andere autofabrikant groei heeft gezien in het tweede kwartaal. Terwijl zoals gezegd de rest dus allemaal tussen de 20 en 40% omzetdaling juist zag. Dat is natuurlijk niet het geval bij deze aandelen die we kijken. Bedrijven zoals NIO, Workhorse, noem het allemaal op. Dat zijn aandelen met een kleine afzet. Dus dan als je dan een paar honderd of een paar duizend auto's meer levert in dit kwartaal, omdat je groeiende bent, dan heb je automatisch al een omzetstijging met grote getallen. Daarom is het ook belangrijk om te gaan kijken naar de cashflow en de netto-winst. We zien dat Tesla een cashflow heeft van 964 miljoen. Oftewel aan het einde van het kwartaal was er bijna een miljard extra op de bank bij. Bij de andere bedrijven gaat dat in de min. De netto-winst komt bij Tesla uiteindelijk uit op iets meer dan 100 miljoen, terwijl andere bedrijven flink wat miljoenen erdoorheen investeren waarschijnlijk, want ze zullen volop investeren in de toekomst. Zien we ook terugkomen bij NIO bijvoorbeeld, daar zagen we het kostenpercentage zelfs 115 zijn, dus voor iedere auto maakt eigenlijk meer kosten dan dat die oplevert. Heeft natuurlijk mee te maken dat ze volop investeren in hun groei. Laten we daarom ook gaan kijken naar de balans, het totaal aantal bezittingen en het totaal aantal verplichtingen. En we willen dan ook weten of die verhouding goed is, dat het eigenlijk positief is. Wat wil zeggen dat je meer bezittingen hebt dan verplichtingen, dus dat je eigenlijk makkelijk aan je verplichtingen kunt voldoen. Bij Tesla ligt die op 1,4, dat is dus positief, dat is goed. Ook NIO zit nog net positief. Workhorse 0,4, dat is dan weer minder. Nikola weten we het niet van. En Arcimoto heeft zelfs bijna 5. Dus veel meer bezittingen dan verplichtingen en dat is goed. En daaronder zien we trouwens ook de veranderingen ten opzichte van het vorige kwartaal. Tesla is net in de plus, het is dus beter geworden. Ze hebben of meer bezittingen of minder verplichtingen, of misschien allebei. Ook voor NIO geldt dat, voor Workhorse juist niet. Die hebben juist meer verplichtingen zijn ze aangegaan de laatste tijd. En voor Arcimoto is het juist weer positief met eigenlijk een verbetering van bijna 70%. Kijken we dan vervolgens nog naar wat analisten te vertellen hebben. Dan kunnen we kijken naar kopen, neutraal of verkopen. Voor Tesla en NIO is het oordeel eigenlijk neutraal. Wat wil zeggen dat de meeste van deze analisten zeggen, als je het al hebt, koop het dan niet, maar verkoop het ook niet. En als je het nog niet hebt, wacht er dan even mee. Dat zien we ook terugkomen bij de koerswaardering. Daar zullen we zien dat voor Tesla, die net onder de $1300 zit, voor NIO op 11. En dat is eigenlijk allebei lager dan de koers op dit moment. Bij Tesla bijna 56% lager. Bij NIO is dat 36% lager. Dus je zou op basis van wat analisten denken zeggen, het aandeel is overgewaardeerd. Mensen zijn dus nu meer aan het betalen dan het eigenlijk waard is. Waarschijnlijk omdat ze zien wat het in de toekomst kan brengen en daar nu alvast graag een aandeel voor willen hebben. Maar dus eigenlijk al betalen voor wat er in de toekomst mogelijk aan omzet wordt gegenereerd of misschien aan winst wordt gegenereerd. Bij Workhorse, Arcimoto en Nikola is het oordeel juist positief. Daar ligt de verwachte koerswaardering, en dat is degene over 12 maanden, hoger dan de koers op dit moment. En is dus een mogelijk winst te behalen van tussen de 11 en 34%.
Al vind ik het voor deze bedrijven ook heel lastig. Aan de ene kant, ja, ik denk dat Tesla inderdaad overgewaardeerd is. Heeft zeker ook te maken met de aandelensplitsing die eraan zit te komen. 2 weken geleden werd het aangekondigd, stond het aandeel rond de $1375. Nu dus meer dan $2000. Allemaal met de gedachte dat als het aandeel gesplitst wordt en dus een koers krijgt van inmiddels rond de $400, dat het aantrekkelijker is, toegankelijker is en dat er dus meer vraag zal zijn, waardoor de prijs zal stijgen. Ja, heel veel mensen die het geld hebben, hebben dus daarom denk ik nu wel aandelen gekocht in Tesla. Dat zagen we namelijk ook bij Apple. Maar tegelijkertijd is het wel een bedrijf samen met NIO dat al ook echt omzet heeft. Het heeft productie, dus ze weten dat dat is de moeilijkste fase en die zijn ze waarschijnlijk al door. Terwijl juist bij Workhorse en bij Nikola, ze hebben nog geen omzet, ze zijn volop het investeren, volop ideeën om het zetten in echte producten. En dan vind ik het zelfs moeilijk, ook al zeggen analisten dat het gaat stijgen, als daar nog geen productie, geen verkopen tegenover staan, om dan ook positief over het aandeel te zijn. En kijken we onderaan nog even snel naar de technische analyse, dat is eigenlijk wat we normaal in die grafiek zien. Een RSI van 30 of 70 geeft een kantelpunt aan, 30 zou zeggen oversold, dan is het dus misschien een koopmoment, 70 is overbought en dus eigenlijk een verkooppunt. Nou, voor Tesla ligt die boven de 70, NIO bijna tegen de 70, terwijl de rest iets lager zit. Dus we zitten eigenlijk allemaal wel hoog in de koers, zien we natuurlijk ook wel terugkomen in de koers onderaan, die voor heel veel aandelen tegen het hoogtepunt aantikt. En dat is ook te zien bij de SMA, de Simple Moving Average, oftewel het gemiddelde van de laatste 20, 50 en 200 dagen. Als je daar boven zit, zit je boven het gemiddelde, zit je dus nog steeds in een stijgende lijn. Dat is zeker het geval bij Tesla en NIO, ook bij Workhorse is dat nog het geval, bij Arcimoto iets minder en bij Nikola op de 50 dagen wat minder, dus het aandeel vlakt wat af, de hype is over. Zeker bij Nikola in het begin bij die beursgang was echt een hype. Iedereen die misschien Tesla gemist had of NIO wilde toen volop in Nikola met hun ideeën. Maar inmiddels zijn de eerste mensen natuurlijk alweer winst gaan nemen, neemt de vraag naar het aandeel af en zal dus ook de koers automatisch naar beneden gaan. En daarmee hebben we denk ik de belangrijkste cijfers van deze bedrijven gezien. Want we weten natuurlijk wel wat voor soort bedrijven het waren. Maar het is denk ik interessant om ze ook vooral te gaan vergelijken met elkaar. Misschien was jouw interesse lag in Tesla of misschien wel in Workhorse. En op deze manier heb je niet alleen de cijfers van het bedrijf zelf, maar kun je het ook vergelijken met andere concurrenten zijn het misschien wel. Ook al zijn ze een beetje op andere, ja, zitten wel in dezelfde sector, maar misschien net een ander gedeelte van die sector. Zoals gezegd, de ene zegt in energie heel breed, de andere doet het alleen op driewielers, doet het alleen op pakketbezorgingbusjes. Dus het is wel heel erg verschillend, maar toch kun je ze wel met elkaar vergelijken. En juist door ze met elkaar te vergelijken, krijg je ook een beter beeld van jouw eigen aandeel. Is het al echt zo positief als dat jij dacht? Of zijn andere bedrijven misschien wel veel interessanter? Nou, dat hoop ik dat je met deze video hebt kunnen leren, dat je het zelf hebt kunnen zien. En ik ben dan ook erg benieuwd naar jouw favoriete aandeel of welk aandeel jij van tevoren dacht heel interessant was en of dat nog steeds zo is, of ben je misschien van mening veranderd? Laat dat vooral weten in de reacties onder deze video. En tot zover deze video. Bedankt voor het kijken. Vond je het een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. Dan weet ik welke onderwerpen jullie leuk vinden. Kan ik meer van dit soort video's maken? En deze video wordt aan meer mensen aangeraden op YouTube. Dus daar help je het kanaal ook nog eens mee. Wil je meer van dit soort video's zien? Maar ben je nog geen lid van het kanaal? Ik maak elke week 2 video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Klik onder deze video op abonneren. Klik op het belicoontje om altijd weer een melding te krijgen als er een nieuwe video online staat. En dan hoop ik jou graag bij de volgende video weer te zien. We'll be right back.